Waar blijft die gast? Werkverkeer? Het lijkt wel wachtverkeer. Ja. Wat een mooie auto. Ik denk, jullie zijn de meest bekende sieradentweeling van Nederland. Ik neem een soort rijdend sieraad voor jullie mee. Ja. Oh, wat mooi. Kom eens even kijken. Goed op de koplampen letten. Wow. Huh? Maar waarom doet hij dat dan? Omdat het mooi is. Niet normaal. Het is een waar voorrecht om met Anne en Esther verder van verder en verder aan boord te zitten. Nogmaals hartelijk welkom dames in deze DS7 Crossback. Dankjewel. Ja. Wat vinden jullie van het interieur? Zo even een steltest in eerste instantie? Ja, mega mooi. Het is echt, je ziet dat er gewoon aandacht is besteed aan de kleine details. Je ziet die vierkantjes ook overal terugkomen. Dat vind ik wel leuk. Aan de buitenkant en aan de binnenkant. Design is natuurlijk bij jullie ook ontzettend belangrijk, want jullie hebben een sieradenlabel. Ja. Laten we eens met dat design beginnen. Wat kenmerkt verder en verder? Ja, iedereen die maakt persoonlijke dingen mee. Ja. Bijvoorbeeld geboortes, als iemand overlijdt, maar ook als je gaat trouwen. En voor al deze bijzondere momenten willen we eigenlijk een sieraad maken. Dus bijvoorbeeld als iemand wordt geboren, kunnen we van babytjes een vingerafdruk maken. We kunnen voetafdrukjes doen. We kunnen, als je opa iets schrijft in zijn handschrift, zo'n oud handschrift, kunnen we in een sieraad graveren. Dus eigenlijk is alles mogelijk. Maar dan wel op een stijlvolle en hippe manier. Dus we kijken wel altijd naar van dat je het sieraad altijd kan dragen. Maar jullie strategie slaat ontzettend goed aan, hè? Want mede met dank aan een hele slimme social media strategie. Want jullie hebben eigenlijk gewoon heel bekend Nederland voor jullie aan het werk gezet. Ja, ja. Ja, op een gegeven moment dan heb je eigenlijk helemaal niets. Dus dan begin je net en toen dachten we, hoe kunnen we in zo'n korte tijd zo bekend mogelijk worden? Ja. Met zo min mogelijk geld, want we hadden eigenlijk geen geld. Geen budget, precies. Nee. En dat was toch wel door het hele bijzondere sieraden opsturen naar dus mensen, ja, bekende mensen met veel volgers. Chantal Jansen. Ja. Ja, dus eigenlijk hebben we de meest originele ideeën bedacht van hun kinderen die iets in hun eigen handschrift hadden geschreven. Dat mensen echt verrast worden, zeg maar. Maar we hadden het wel op een manier gedaan, het maakte niet uit als je ook niks plaatste. Dus we hadden het ook wel meer met onze achterhoofd van, nou, we vinden het gewoon heel leuk als ze het dragen. Mm-hmm. Echt als cadeau. Een soort van vrijblijvend. Ja, dus ja, we verwachten er eigenlijk niks voor terug. Alleen dan merk je juist dat mensen het gewoon echt wel leuk vinden om iets terug te doen. Omdat het gewoon heel verrassend iets origineels is. Oké. Okay. En toen op een gegeven moment was het een beetje zo'n soort sneeuwbaleffect. Mm-hmm. Dat de een het zag bij de ander. En toen kwam Caries van Hout opeens bij ons op kantoor. En toen zaten we echt nog tussen de dozen. En op een heel oud kantoor waar met een lelijke vloer, weet ik van wat. Ja. En zat Caries van Hout opeens daartussen. Dat we echt dachten, oh, dit gaat dus echt te snel eigenlijk. En hoe komt het bij jullie terecht dan? Ja, via Instagram. Ja. En daardoor is het ook wel zo leuk om te doen. Omdat je weet dat er eigenlijk elke dag iets leuks kan gebeuren, zeg maar. Want op ieder moment kan eigenlijk iemand die heel bekend is iets plaatsen. Ja. En dat doet zoveel voor je merk. En nou begreep ik, want jullie zijn ook de sterren geweest in de webinar die de ondernemer laatst online heeft gezet. Die kan je absoluut nog terugkijken. Dat is een echte aanrader. En daarin gaven jullie aan dat internationaal succes het volgende droompje is dat de werkelijkheid mag worden. Hè? Amerika hoorde ik, Duitsland zijn jullie nu bezig. Ja. Hoe pakken jullie dat dan aan om daar door te breken zoals in Nederland? Nou, we hebben eigenlijk al wel een hele strategie voor onszelf bedacht. En dat is? We gaan nu beginnen met Duitsland. En eigenlijk, we hebben daar niet echt gedacht van, oh, Duitsland is het makkelijkste of zo. Mm-hmm. Maar meer wat is onze droom. Dus eigenlijk is de volgende droom is eigenlijk wel Duitsland. En daarna Amerika. En eigenlijk willen we het precies hetzelfde op de kaart gaan zetten als we het in Nederland hebben gedaan. Okay. Dus ook weer die hele originele sieraden dus opsturen naar bekende mensen. En wie kan binnenkort een sieraad verwachten? Ja, we zijn al wel bezig met Sylvie Meijs natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel een makkelijke logisch overstap. Ja. Precies. En het werkt gewoon heel goed om op een persoonlijke manier met bijvoorbeeld bekende influencers te werken in Duitsland. En wij hebben er eigenlijk heel erg vertrouwen in dat ons wel weer gaat lukken. Ja. En een andere droom is een fysieke winkel in New York, begreep ik. Ja. Hoe ver zijn we daarmee? Nou, nog niet zo ver. Waarom niet? Nee, maar ik zie het wel binnen nu en vijf jaar voor me. Oké. Okay. Ja. Waarom in New York dan? Ik hou altijd heel erg van de vibe van dat al je dromen uit kunnen komen, zeg maar. Ja? En New York heeft dat wel heel erg. If you can make it there, you can make it anywhere. Ja. Dus, en dat is wel echt een droom voor ons die we al sinds we echt heel jong waren hebben. Ja. We staan inmiddels in Amsterdam voor een verkeerslicht. Waar zijn we naar onderweg?
Nou, we zijn onderweg naar de Van Wouwstraat. Daar zit de NC Store. En we hebben samen met Chantal Jansen een collectie ontworpen. Dus zij heeft een sieraad ontworpen bij ons. Ja. En die is ook te koop in de NC Store. Dus dan gaan we even kijken. Koffie, lijstjes, allerlei snuisterijen en dus de sieraden van Chantal. Wat maakt dit nou typisch Chantal? Nou, het is eigenlijk een ontwerp dat van haar oma was. En die had het kettinkje weer gekregen van haar moeder. Dus het is eigenlijk een beetje een familiekettinkje waar we het op gebaseerd hebben. En nu hebben we een beetje een eigen tijdse touch aan gegeven. En die kan dus personaliseren met eigen letters. En waarom dan hier in de winkel af en toe een pop-up store in de Bijenkorf, maar geen eigen fysieke winkel? Nou, doordat je eigenlijk online zo'n groot bereik hebt, is dat natuurlijk heel makkelijk uit te bouwen. En in een online hou je de klant heel dicht bij je, zeg maar. En in een winkel weet je eigenlijk niet hoe het erbij ligt. Je kunt de klant goed helpen nu. Het gaat toch wel om echt heel veel persoonlijke verhalen. Maar juist met sieraden wil je toch ze in je handen hebben en kijken hoe het staat om je nek? Ja, daarom doen we ook pop-up shops in de Bijenkorf. Dus dan regelen we zelf een winkeltje, zeg maar, in de Bijenkorf voor een weekend. En dan kun je het zien, voelen, meteen laten graveren. Zijn wij er om je te helpen? En dat is superleuk om te doen. En doen we door het hele land heen. Mm-hmm. Ja, dus dat is ook altijd heel druk. Ja, echt een beleving voor de klant. En echt een verder en verder beleving, zeg maar. Maar dit klinkt alsof er wel degelijk bestaansrecht is voor een echte fysieke verder en verder winkel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook wel een van onze dromen. Een eigen winkel, dat hebben we zeker. Dat vinden we echt heel leuk om te gaan doen. Wanneer gaat het gebeuren? Dit jaar zeker, denk ik. Daar houden we jullie aan. Ja. Dit jaar dus een winkel van verder en verder. Dat brengt mij eigenlijk bij de verdere uitbreiding van jullie merk. Want jullie hebben dus hele grootse plannen, internationaal uitrollen. Hoe gaan jullie dat betalen? Eigenlijk hebben we alles heel organisch gedaan. Dus we hebben van de winst die we hebben gemaakt, hebben we direct weer terug geïnvesteerd. Dus je zult ons nooit zo snel nu al een hele dikke auto zien rijden en dan niet groeien met verder en verder. We hebben echt wel dat we verder en verder op één zetten. Oké. Okay. En dat we gewoon echt al het geld wat we hebben eigenlijk daaraan besteden, aan het groter maken. Het is dus niet zo dat er investeerders instappen, dat Chantal bijvoorbeeld meedoet op een strategische manier? Nee. Dus dat is, we willen het ook echt heel erg dicht bij onszelf houden. Waarom willen jullie dat? Omdat verder en verder is ook wel, het is een persoonlijk merk, maar ook voor ons heel persoonlijk, zeg maar. Dus we willen echt zelf weten wat we allemaal doen en we hebben daar zijn we best wel stellig in hoe we het willen. Ja. En als je met andere mensen te maken hebt en samen een bedrijf moet gaan leiden, dan heb je misschien toch een hele andere visie. En we vinden het echt super belangrijk dat het wel gewoon ons idee blijft en ons gevoel en hoe wij dat willen. Oké. En dan bij liever iets langzamer groeien. Precies, als de groei daardoor iets langzamer is en wat langer duurt, de internationale expansie, dan maakt dat dus niet uit. Nee, het is echt gewoon dat we het belangrijker vinden dat we doen wat we leuk vinden, dan dat we echt heel snel heel groot worden. En nu hebben we echt het geluk dat het nu allebei is. Dus daar hebben we echt heel erg mazzel mee. Maar we vinden eigenlijk het ook wel gewoon heel belangrijk dat wij erachter blijven staan. Dan ga ik even heel persoonlijke noot aanslaan. Ik ga binnenkort trouwen. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Maar dat levert ook wat problemen op. Want ten eerste moet je gigantisch veel regelen natuurlijk. Ja. En wij zijn inmiddels gestrand in een woud aan mogelijkheden op het gebied van de ringen. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk benieuwd. Kunnen jullie mij helpen? Zeker. Ja. Ja, we maken heel veel trouwringen, dus dat komt perfect uit. Ja, we gaan zo even naar de showroom. Ja. En misschien is het wel leuk om dan je vingerafdruk op te nemen. En dat we daar dan een trouwring van maken. Nou, dat vind ik echt ontzettend leuk. Dus we gaan eventjes letterlijk laten zien hoe verder en verder te werk gaan. Mooi, je komt binnen als klant bij Verder en Verder. En dan? Nou, je kunt ook een afspraak inboeken bij ons in de showroom. Dit is dus de showroom. Mm-hmm. En dan kunnen we je helpen met de sieraad personaliseren. Ja. Dus jij was op zoek naar een trouwring. Dus we hebben alle ringen erbij gepakt. En dan kun je bijvoorbeeld een personaliseren met je vingerafdruk. Of met een tekst. Of een vlindertje kun je erin zetten. Een symbooltje. Mooi. Lettertjes, eigenlijk alles wat je wil. Nou, houdt mij aanstaande ontzettend van vlinders. Maar laten we voor mijn vingerafdruk. Ja, dat is wel heel persoonlijk. Ja, toch? Die is echt alleen voor jou. Ja. Hoe gaat dat? Nou, we hebben hier een... kan je je vingerafdruk mee afnemen. Ja. Dus hier kan je je vinger opleggen. Ja, en kijk. Het is wel een goede fingerprint. Ja, echt mega duidelijk. Ja, er is zoveel keuze. Welke zouden jullie adviseren?
Nou, volgens mij hield ze van wit goud. Dat klopt. Zei je toch? Ja. Dus ik heb hier wit gouden. Oké, okay, dat is die zegelring waarvan je zei, die hebben jullie iets eleganter, ja, moderner gemaakt. Ja, ja, ja. Dus nou, nu lijkt hij nog een beetje leeg. Ja. Maar zo meteen als we de vingerafdruk erin zetten, dan is die helemaal af. Let's do it. Hij is klaar. Kijk eens aan, dankjewel. Kijk, nu snap ik als geen ander waarom het succes van Verder en Verder zo duidelijk is. Ik heb nu een ring die niemand anders ter wereld heeft. Het is dus ook een reden waarom Verder en Verder waarschijnlijk internationaal nog veel meer succes gaat boeken dan ze al hebben. Ik ga mijn aanstaande blij maken en ik dank jullie hartelijk voor het kijken naar deze aflevering van Werkverkeer. En graag tot de volgende.